Hebben we die er meegenomen dan? Ja, weet je dat niet meer? Dat heb jij gedaan. Je hebt hem zelf ingepakt. Nou, dan zal hij wel ergens zijn, denk ik. Wat zit erin? Oh, wat gewone spulletjes, meid. Waarom heb je hem daar verstopt? Wie zegt dat ik hem verstopt heb? Oh, wacht even. Hier is die helemaal achteraan. Hé, Dirk, hij zit op slot. Waar is de sleutel? Op slot? Ik weet niet dat hij op slot kon. Jawel, nou, hij zal toch open moeten. Wat ga je nu doen, Annie? Nou, een slotje forceren. Annie! Ja, zo, die is open. Ook niet erg veilig, hè? Tenminste, niet voor jou. Nou heb je een prachtige tas, heb je verpest, weet je dat? Zeg, zullen wij eens kijken wat erin zit? Annie, begin niet meteen te kniepen, hè? Niet meteen beginnen te kniepen. Dirk, waar komt al dat geld vandaan? Allemaal briefjes van 100. Dat moet een fortuin zijn. Als je me nou belazert. Oh, Dirk, idioot. Hoezo? Je hebt het huis verkocht. Ach, hoe kom je daar nou bij? Je hebt het dak boven ons hoofd verkocht. We staan op straat. Annie, Annie, ik kan het huis niet verkopen. Het huis staat op naam van ons allebei. Ik kan het niet verkopen zonder jouw toestemming. Hoe weet je dat? Heb je dat geprobeerd? Annie, waarom doe je nou zo wantrouwend? Je denkt toch niet dat ik het gepikt heb? Heb je ooit in al die jaren dat we getrouwd zijn iets oneerlijks van mij gezien? Nou, we kijken zwart, bijvoorbeeld. We kijken zwart. Maar daarom ben je toch geen boef? Hè? Maar dat zou ik nooit doen, hè? Dat zou ik nooit doen. Ja, normaal gesproken niet, maar je bent de laatste tijd niet normaal, Dirk. Annie, ik weet niks van het geld. Ik weet helemaal niet waar het geld vandaan komt. Maar wat zat er dan in die tas? Waarom heb je hem verstopt? Wat zat erin? Nou, wat... Draai er niet omheen, Dirk. Wat privé-spulletjes. Privé-spulletjes? Ja, wat mooie zijen hemden. En die schoenen die je uit de deur vond. En een lekker geurtje. Lekker geurtje. Ja, sundown voor de romantische man. Nou, je bent maar romantisch genoeg met of zonder geurtje. Mag ik nou ook niet meer lekker ruiken aan? Ik dacht dat jij hier voor de rust en de stilte was gekomen en om jezelf te vinden. Nou, ik heb mezelf weer helemaal teruggevonden. Ik kom langzaam terug, kom ik. Je hoeft alleen maar op de lucht af te gaan. Ik zal niet vragen wat die hele handel heeft gekost, Dirk. Maar het staat als een paal boven water dat jij een flinke hap uit je afvloeingsregeling hebt genomen. Ik wist dat je het zou begrijpen, aan. Nee, wacht even, Annie. Dat is onze tas niet. Hoe weet je dat nou? Er zijn zoveel van die tassen. Nee, onze tas zit vol met krassen en deze aan is spiksplinternieuw. Kijk dan. Verhip, je hebt gelijk, zeg. Waar komt deze dan vandaan? Ik denk dat ik de verkeerde heb meegenomen vanaf het vliegveld. Ja, dat moet er wel. Hey, Annie, wat doen we dan? Dat zal ik je vertellen. We brengen hem naar de politie. Nee, wacht even. Wacht even. Ze noemen hier ook wel eens Costa del Misdaad. Laten we even alles op een rijtje zetten. Geen overhaaste beslissingen nemen. Dat is een smakgeld, Annie. Ja. En er loopt nou toch iemand rond met mijn zijhemden hemden en mijn schoenen. En ze nou voor de romantische man. Dus die zit er gebeiteld. Hè? Je hebt gelijk, Dirk. Als wij hun tas hebben, hebben zij de jouwe. Begrijp je wel? En daarom kan ik hem maar beter op een mooi veilig plaatsje op gaan werken. Hè? Wie weet krijgen we een hele hoge beloning. Ik zie ineens allerlei mogelijkheden. Ja, ik ook, Dirk. En de meeste zijn niet zo prettig. Maar wil je dat verstoppen? Dat gaat jou niet in je neus aan. Waarom niet? Dat kan je het ook aan niemand vertellen. Ook niet als ze je martelen. Linda. Oh, Dirk. Waar is Pop? Onder de douche. Wat is er? Linda, vertrouw je me blind? Ja, natuurlijk. Ik wil dat je deze tas verstopt, zonder me iets te vragen. Goed, Dirk. Oké. Wat zit erin? Dat is een vraag, Linda. Oh ja. Ja, maar je doet ook zo geheimzinnig. Heb je soms een bank beroofd? Begin je ook al? Heb je er een beroofd? Ah, natuurlijk niet. Ik wil alleen niet dat Annie die tas ziet. Ze zou er geen bal van begrijpen. Oh, maar... het is een verrassing. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Voor mij? Ja, min of meer. Misschien wel voor ons allebei. Oh, ik brand van nieuwsgierigheid. Ja, maar toch niet kijken. Als je niet weet wat erin zit, kan je het ook aan iemand vertellen. Oh ja, ik begrijp het. Oké, ik hoop het maar. Je kunt op me vertrouwen, Dirk. Later zal ik je alles vertellen. Oh. Later. Wat doe je daar, liefje? Ik pak een paar schoenen.
Ja, ik wou even een wandeling maken op het terras. Oh, kijk dan wel goed uit, Linda, want er is gisteravond een buslading Italianen aangekomen. Zal wel weer een excursie van de maffia zijn. Daar konden wel eens moeilijkheden van komen. Oh, niet zo mal, Bob. Italianen zijn toch enige mensen? O ja, en als ze dan zo geweldig zijn, waarom is de paus dan een Pool? Ja, dat weet ik ook niet. Omdat ze geen Italiaan konden vinden die daarvoor geschikt was. Nou, ik vind het keurige mensen. En waarom werd mijn moeder dan vlak voor het Vaticaan in haar bil geknepen? Ja, daar was ik ook zo verbaasd over. Niet half zo verbaasd als mijn moeder. Ze knielde net neer om de pauselijke zegen te ontvangen. Let op mijn woorden, Linda. Draai nooit je rug naar ze toe. Ik zal eraan denken, Bob. Ja. Ciao. Ciao. Er staat niks over dat geld in de krant, Annie. Hoe weet je dit nou? Het is een Spaanse. Bovendien valt er weinig aan te doen. Ze kunnen moeilijk bewijzen dat het geld dat wij gepikt hebben, dat het gepikt is. Als gepikt is, kan het ook zwart zijn. Is het ook gepikt? Zeg, je wou het toch niet achterover drukken, hè? Waarom denk je dat? Er staat hebzucht in je ogen. Helemaal niet. Als er iemand komt die er aanspraak op kan maken, krijgt hij het zo van me mee. Hoe kan er nou iemand aanspraak op maken als hij niet weet dat jij het hebt? Ik zeg toch niet dat ik het niet heb, alleen ik ga het niet van de dak af schreeuwen. Dan krijg je Jan en Alleman over de vloer heen. Nee, als er iemand komt die kan bewijzen dat het van hem is, krijgt hij zo de hele schrik van me mee, Annie. En als het nou niet gebeurt? Dan is het kip. Ik heb je. Natuurlijk, je kan er helemaal geen aanspraak op maken. Ik zou niet weten waarom niet. Laat u maar bewijzen dat het geld niet van mij is. Dat is... Goedemiddag. Carlos. Dat zal er van ik weten. Hallo. Zo. Zeg, wat zou jij met dat geld doen als het echt van ons was? Nou, ik moet je zeggen, Annie, daar heb ik nou nog geen moment bij stilgestaan, weet je dat? Ik zou om te beginnen 3000 gulden mijn moeder geven. Waarom? Je kan zelf wel een veertje wegblazen, Annie. Nou, er zit niks op de bank. Nee, omdat ze alles in die oude matras stopt. Om je eigen mens, zeg. Ah, merci. Nee, Annie, als we meteen beginnen om met geld te gaan strooien, is het ook gebeurd met de koopman. We moeten het hoofd koel houden. Ja, dat is waar. Dacht je van een nieuwe badkuip? Die oude is helemaal afgeschilferd. Nou, ik zat eigenlijk meer te denken aan een eigentijdse badkamer. Met een verzonken bubbelbad erin. Verzonken bubbelbad? Oh, dat kan helemaal niet, Dirk. Dan krijgen we zo'n rare bult aan het plafond in de woonkamer. Gaan we verhuizen? Hey. De Lindenhof? De Lindenhof? Ja, dat staat te koop. Oh, dat heb ik altijd zo'n schat van huis gevonden. Er zitten niet genoeg kamers in, Annie. Ah, jawel. En een mooie plantenkas. Die plantenkast zou ik onmiddellijk wegdoen. Dan maak ik mijn studeerkamer. Studeerkamer? Of mijn bar. De bar? Ach, Dirk, we hebben die paronozele fles altijd in het buffet bewaard. En wat zou je denken van al die lindenbomen? Die moet je omhakken als ik daar een knappe tennisbaan wil aanleggen. Nee, die lindenbomen die blijven staan. Annie, een behoorlijke auto kan er niet eens langs. We hebben een heel klein wagentje. Nu nog. Als ik nou zo'n groot Amerikaan koop. Hè? We moeten prioriteiten stellen, Dirk. Een huis is belangrijker dan een auto. En je hoort al, de Lindenhof wordt dus niet gekocht. Punt uit. Klaar. Oh ja? Dag. Nou, daar heb ik anders ook nog wel wat in te zeggen, hoor, Dirk. Jongens, nou toch eens hoor. We zitten al wat geld al uit te geven. Het is niet eens van ons. Ja, gelijk. Hoeven we er ook niet over te bekvechten. Zie je nou dat geld niet gelukkig maakt? Hé, hey, wat ga je doen dan? Ik ga me verdoezen. Ik voel me een beetje smoezelig. En als je langs de receptie gaat, wissel dat even voor me. Oh, Dirk, je hebt er aan gezeten. Een voorschotje. Voorschotje waarop? Op mijn zijde hemden en mijn schoenen. En sundaan voor de romantische man? Bijvoorbeeld. Wat zit jij daar? Ik zit na te denken, Linda. Oh, waarover? Oh, 100.000 dingen. Is alles goed met je? Waarom zou het niet goed met me zijn? Ja, dat weet ik ook niet. Waarom ben jij teruggekomen? Oh, ik kwam even wat geld halen. Geld? Nou, dat hoeft geen probleem te zijn, hè, Linda? Ah, fijn. Heb je even 10.000 pesetas voor me? Wat? Ja, ik wil morgen met die trip mee. Een trip? En jij wilt dat ik jou geld geef? Ja, dat vroeg ik je toch? Waar is dat geld gebleven dat ik je gisteren heb gegeven? Nou, dat is allemaal op. Op? Nou, dan zullen we even kijken, Linda. Alsjeblieft.
10 pesetas. Ja, Bob, dat is 15 cent. Na verloop van tijd telt dat toch aardig aan, Linda. Ik bedoel, let op de guldens, dan komen de honderdjes vanzelf. Maar het zijn pesetas. Dat maakt geen verschil. Nou, Bob, zitten we soms krap? Nee, nee. Maar stel nou eens dat ik krap bij kas kom te zitten. Dan heb jij toch wel het een en ander achter de hand, hè? Voor noodgevallen. Nee, ik ben blut. Blut? Is er iets? Ik zat net te denken, Linda. Kennen wij elkaar wel echt, door en door? Jarenlang kun je met iemand getrouwd zijn en op een dag word je ineens wakker naast een wildvreemde. Wanneer? Wat? Wanneer werd jij wakker naast een wildvreemde? In Rome? Ik ben helemaal niet naar bed gegaan met een wildvreemde. En je zei dat je wakker werd naast een wildvreemde. Dat sloeg op jou. Nou, ik ben niet naar bed geweest met een wildvreemde. Linda, wij zijn vreemden voor elkaar. Ik bedoel, dag en nacht heb ik gewerkt. En ik was niet bepaald kinderachtig. Alles wat van mij was, was ook voor jou. En nou, de eerste keer dat ik jou om geld vraag, weiger je. Sorry, Bob. Ik wist niet dat het zo belangrijk voor je was. Alsjeblieft. Nog een pina colada. Twee koepen libra. En nog twee pilsjes. Die is bij jou weer thuis. Oh, heer, wat geweldig. Zo ken ik je helemaal niet. Ach, wat maakt het uit. Het is maar geld. Hey, net aangekomen. Ik zou zeggen, jongens, zet de spullen neer en neem er eentje van mij. Dirk, wat is er? Zit de politie op hielen? Annie, ga de badkamer in en doe onmiddellijk de deur. Waarom? Annie, doe nou wat ik zeg. Ga erin. Goedendag. Meneer Roberts. Ja? Mijn naam is Jansen en dit is Herman. Goed nieuws, meneer Roberts. Wij komen uw tas terugbrengen. Mijn tas? Oh ja, ik dacht even, wat is ermee gebeurd? Nou, klein misverstandje op het vliegveld, denk ik. Wij hadden natuurlijk ook beter uit moeten kijken. Ik bied er mijn welgemene verontschuldigingen aan. Er zat geen label aan, dus zijn wij zo vrij geweest om even binnenin te kijken. Vindt u het niet erg, hoop ik? Nee. Nou, als u er zo vriendelijk wil zijn om na te kijken of alles klopt, dan zijn wij ook weer gerust. Ja, natuurlijk, ja. Mag je? Die zijde overhemden vond ik prachtig. En Herman was helemaal weg van die cashmere pullover. Ja? Erg smaakvol. En die Italiaanse schoenen. Heel apart. En ik kon het niet laten een scheutje sandown voor de romantische man te nemen. De dame in kwestie had het vast heel erg gevonden als u dat was kwijtgeraakt. Nou, ik zou zeggen, heren, hartelijk dank voor de moeite. Nou, als u dan onze tas terug wil geven, meneer Roberts. Die heb ik niet. Wat zullen we nou krijgen? Ogenblikje, Herman. Laat mij het woord maar doen. Dit is allemaal hoogst vervelend, meneer Roberts. Wij hebben die tas nodig. Daar hangt het succes van deze trip in hoge mate van af. En wij hebben natuurlijk aangenomen dat u hem had. Nee. Och, jee, wat is dat nou jammer. Zit u voor het geval de tas terugbezorgd werd, hadden wij een kleine beloning op het oog. Een kleine beloning? We hadden gedacht aan 3000 gulden. 3000 piek? Herman. Voor die tas? Zoals ik al zei, is de inhoud van de tas essentieel voor het welslagen van onze trip. Dus als die tas tevoorschijn komt, laat u dat ons dan even weten. Ja, natuurlijk. Vanzelfsprekend. Wij nemen wel contact op. Wij weten waar uw kamer is. Ja. Dit is toch de 5e verdieping? Ja. Zou niks voor mij zijn, meneer Roberts. Ik heb hoogtevrees. Ja, je kunt vanaf de balkon een aardige smak maken. Ik heb gehoord dat mensen duizelig werden en over de rand vielen. Kom, Herman. Je zou meneer Roberts de stuipen op het lijf jagen. Wij houden contact. Dirk, waarom heb je het nou niet gegeven? Omdat ik het ook niet heb, Annie. En daarbij, die lui die deugen niet. Deugen niet? En wat dacht je van jou? He? Sinds jij dat geld hebt gevonden, groeit er haar op je handen. Je verandert zo langzaam maar zeker in een monster. Een monster? Ja. Als ze denken mij te kunnen afschepen met een lullige 3000 gulden, dan zijn ze het verkeerde adres, Annie. Dirk! Annie, bemoei je er niet mee. Ga weg. Ga weg. Laat maar gaan.
Annie, ik moet met je praten. Waarover? Annie, jij bent een huisvrouw, hè? Wou je man eens omzien? Huh? Nee. Vertel eens, Annie. Is het mogelijk te sparen van het huishoudgeld? Hangt van het huishoudgeld af. Laten we zeggen, tamelijk ruim bemeten. Ik bedoel, is het mogelijk dat je de prijzen wat overdrijft, het wisselgeld achterhoudt en dat dan zet op een geheime bankrekening? Is het mogelijk dat je op den duur een niet uit te vlakken bedrag bij elkaar krijgt? Ja, Bob, dat is mogelijk. Ik moet met het schaamrood op mijn kaken bekennen dat het mij ook gelukt is. Een geheime bankrekening? Hoeveel? Nou, toch zo door de jaren heen, 187,33 gulden. Ze moeten auto's hebben verkocht. Het tweede huis, de antieke kussenkast. Ik denk dat ik thuis kom op de kale vloer. En ik waarschuw haar voor de maffia. Pop, waar heb je het over? Annie, ik ga je iets laten zien waar je versteld van staat. Je kunt beter even gaan zitten. Pop, waar komt het vandaan? Uit Linda's deel van de klerenkast. Ze heeft altijd al onafhankelijk willen zijn. Nou, dat is er gelukt. Maar waarom heeft ze dat dan hiermee naartoe genomen? Precies. Weet jij nog verleden jaar, Linda en Dirk? Ik denk dat ze van plan zijn om er vandoor te gaan. En daar is dat geld voor bestemd. Oh, nou wordt me alles duidelijk. Nou komt de aap uit de mouw. Bob, ik denk dat ik dit maar beter op een veilig plekje kan zetten. Nee, ik hou die tas bij me tot ik een bevredigende verklaring heb gekregen. Rustig, rustig, Bob. Dirk kan elk moment terugkomen. Nee. Misschien kan jij beter eerst op de gang even gaan kijken of de kust veilig is. Ja, ja, dat is goed. De kust is veilig. Prima. Arie, er staat hier een geruite tas. Ik weet dat daar een geruite tas staat. Die hebben wij meegebracht, eikel. Hier, kijk hier ook even in. Ze kunnen elk ogenblik terug zijn. Denk je dat ze hem hebben dan? Daar kan je vergif op innemen. Oh, lijken me zo connecte mensen. Ja, ik ben het vertrouwen in de mensheid aan het verliezen, Herman. Je kan vandaag de dag niemand meer vertrouwen. De criminaliteit neemt hand over hand toe. Dat is de schuld van de televisie. Ik hoor iemand. We hebben huiszoeking gehad. Oké. Dit is allemaal hoogst pijnlijk. Ik weet niet meer waar ik sta. Probeer het eens op de gang. U hebt hem opengemaakt, hè? En gekeken wat erin zat. Ik wou dat u dat maar niet gedaan had. U denkt natuurlijk, wie neemt er nou zoveel geld mee? Misschien wel om wit te wassen. Meneer Roberts, er is een simpele verklaring voor. Wij gaan dit geld beleggen in onroerend goed. In deze omgeving. Oh, dan sleept u een tas met 4 ton mee. Een boter bij de vis. Hoe weet u dat er 400.000 gulden in zat? Dat zei u toch zelf? Ik zei niks, meneer Roberts. Dat had je goed uit, Harry. Kijk, meneer Roberts, ik heb geprobeerd de zaak op een beschaafde manier te regelen. Maar Herman hier begint zijn geduld te verliezen. Hij is van mening dat de snelste manier om dit probleem op te lossen is... dat hij u van het balkon laat vallen. Wat? Maar ik heb hem uitgelegd dat als wij u van het balkon gooien... u niet meer in staat bent ons te vertellen waar het geld is. Ja, dat klopt, ja. Dus gooien wij uw vrouw van het balkon. Dirk! Laat je hier kastje jagen. Ik denk dat ze bluffen. Herman, wil jij mevrouw Alberts even naar het balkon begeleiden? Ja, natuurlijk. Ik denk helemaal niet dat ze bluffen. Hij gooit me naar beneden, Dirk. Daar hebben ze het lef niet voor aan. Dat heb ik wel het lef voor. Je hoort het. Dirk! 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 Nou, meneer Alberts. Oh, mij maken jullie niet bang, hoor. Ja, maar mij. Annie, gewoon dat je een beetje hysterisch begint te worden, hè? Ja, ben je er gek? Ik moet zeggen, meneer Albert, ze met een ijskouwer. Ja, ze gooien hem ook niet naar beneden. Ik zeg nou wat het is. Ik weet niet waar het geld is, Annie. Dirk, hou je van me? Annie, zeg daar nou niet wat vreemde mensen bij zijn. Dirk, als je van me houdt, dan zeg je waar het geld is. Ik weet anders, het. Anders dan doe ik het. Jij weet helemaal niet waar het geld is. Ja, man. Arie? Hij heeft het! Ah! Er loopt er een vent rond met een geruite tas. Ik heb me helemaal niet gerealiseerd dat u een partner had, meneer Albert. Herman. Harry. Dirk. Nee, nou niet. Bob heeft mijn geld. Linda, Linda. Linda, ik wil onmiddellijk mijn tas hebben. Die is hier niet. Ja, dat weet ik, want ik heb net Bob met de tas hier lopen. Bob, wat moet die nou met jou? Dat vraag ik me ook af. Ik denk dat hier iemand lange vingers heeft. Lange vingers? Ja, ik heb het idee dat je in de maan genomen wordt. Dirk, wat
er met je? Ik weet zeker dat Bob die tas heus wel terug zal geven. Nou, dat is open. Ik ben helemaal over mijn toeren en ik moet onmiddellijk mijn tas terug hebben. Ja. Oh, Bob, Dirk wil zijn tas terug hebben. Zijn tas? Mijn tas. Als het zijn tas was, wat deed hij dan in onze kamer? Ik heb erop gepast. Zijn tas? Mijn tas. Als dit jouw tas is, wil hij dan misschien even dit verklaren? Dat hoef ik helemaal niet te doen. Al die drukte over een paar overhemden. Wat? Wat? Ik begrijp het niet. Overhemden, schoenen. Sorry hoor, ik moet er even tussendoor. Sorry. Sorry. Sorry? Leuk geprobeerd, meneer Alberts. Ja, wij willen die tas. Ik weet niet wat die tas is. Ik wou dat u het maar niet steeds zei, meneer Alberts. Kijk, ik heb geprobeerd beschaafd te blijven. Ik heb u een redelijk aanbod gedaan. Ik ga u nu een aanbod doen dat u niet kunt weigeren. U geeft ons het geld of u gaat langs de kortste weg naar beneden. Ja, maar als u me naar beneden gooit, krijg ik het helemaal nooit. Ben ik niet. Nee, op, hè? Nee. Wat doet u daar met mijn man? Tuurlijk, naar beneden gooien. Oh, ze denkt dat ze bluffen. Nee, Annie, ze bluffen. Annie, waar het geld is, Annie. Welk geld? Annie, ik ga dat niet doorhalen. Herman gooit me direct naar beneden toe. Oh, daar heb je het lef niet voor. Daar heb ik wel het lef voor. Annie. Annie, kom op nou. Geld is toch niet alles, schat. Geld is toch niet alles. Nou, zeg je het zelf, Dirk. Oké, Herman, het is wel goed. Laat hem maar los. Alsjeblieft. Wat is dit? Een ontvangstbewijsje voor het geld. Dat heb ik goed opgeborgen. De bank, bagageklas. Politiebureau. Ze waren erg benieuwd waar het geld vandaan kwam. Ik heb gezegd dat als jullie geen tijd hadden om langs te komen, dat ze jullie dan hier in het hotel konden vinden. Herman. Annie. Alles goed, Dirk? Oh, Annie. Dit wil ik nooit van mijn leven meer meemaken. Mijn hele leven flitste voorbij. Moet een afschuwelijke ervaring geweest zijn. Nou, je hebt het wel uitgespeeld, hè. En jij dan? Jij had ze mijn ijskaart over die rond laten gooien. Helemaal niet. Zo'n vaart liep het niet, Annie. Maar ik ben er wel achter. Geld mag niet gelukkig, schat. Zo is het. He? Wij hebben altijd elkaar nog. Ja, Annie. Hey, Annie. En we hebben dit ook nog, Annie. We hebben dit ook nog. Dirk, dat ja. Moeten duizenden gulden zijn. Ja, en geen haan die ernaar kraait. Geen haan die ernaar kraait, Annie. Dat had jij gedroomd. Annie, wat ga je doen? Annie! Ik begrijp het nog steeds niet. Ik snap er niets van. Ik begrijp het niet. Dat blijf je nou maar zeggen, Bob. Ik heb die honderdjes toch echt gezien? Je hebt veel te hard gewerkt de laatste tijd. Denk je soms dat ik waanvoorstellingen heb? Ja. Dan heb ik het weer. Het regent honderdjes. Als ik een oude soldaat wil, dan ga ik wel langs in Bronbeek. Of is die uit Bronbeek? Het is een gepensioneerde officier. Kapitein Vriezekoop. Ja, Buster. Buster? Buster Vriezekoop. Ja. En Willem zegt dat hij van hele goede komaf is. Ja, uit Bronbeek. En hoe oud is hij? Jij verzwijgt iets voor mij, Willem.